Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers. In aanloop naar de feestelijke decembermaand maken we vandaag kennis met de initiatiefnemers van het Glazen Restaurant 2016. Zoals bekend staat dit jaar het Glazen Huis van 3FM Serious Request voor de tweede keer in Breda. En terwijl de DJ's een week lang niet mogen eten, wordt er op loopafstand het Glazen Restaurant geopend. Ik sta hier naast Brent Harsveld. En in zijn rol binnen mise en place, de bedenker van het Glazen Restaurant, begin in 2012 geloof ik, hè? Klopt. Voor de eerste keer. Ja. Ben jij ook heel actief betrokken om het ook in Breda weer van de grond te krijgen? Zeker weten. Kan jij mij kort vertellen wat het Glazen Restaurant is? Dat kan ik zeker. Marieke, het Glazen Restaurant is een hoogwaardig culinair concept. Goed om te vermelden dat 100% van alle opbrengst, om daarmee te starten, naar het goede doel gaat dit jaar. Wat is het Glazen Restaurant? We zijn een aantal jaar terug begonnen in Enschede. Daar is het Glazen Restaurant ontstaan. Wij verzorgen 6-7 dagen lang, in dit geval in Breda 6 dagen, 12 eetmomenten. Waarin we 100 gasten graag ontvangen. Die worden dus met sterrenchefs in samenwerking met hotelscholen. Wordt dat georganiseerd? Ja. En die ontvangen wij graag in het Glazen Restaurant, waar dan alle omzet naar het goede doel gaat. Ja, dus het is een 100% gaat alles naar het goede doel. Het is een uniek concept en daarmee onderscheiden we ons daarin toch wel. En dus Enschede, begreep ik, Leeuwarden, vorig jaar in Heerlen. Ja. En nu in Breda. En nu in Breda, ja, in Brabant. Ja, nou heel leuk dat jij daar wat over komt vertellen vandaag en dat we de keuken in gaan. Maar uiteraard kan zoiets alleen maar bestaan als er ook in Breda partijen, sponsors, hotelscholen zoals je net al zei, opstaan en zeggen nou, we gaan de handen uit de mouwen steken en we gaan dat doen. Dus ik vind het ook heel leuk dat straks bij ons aan tafel nog twee lokale initiatiefnemers, Isabel van Waasbergen en André van Veen, aanschuiven. Ja. Maar wij gaan voor hun koken, tenminste. Jij gaat met topchef Joeri Verbeek, die heel ook leuk. Een rol in het Glazen Restaurant gaat spelen, de keuken in. Ja. Dus ik zou zeggen, ga je nog mee. Nou, heel goed. Gaan we doen. Leuk. Oké. Ja. Dag Joeri. Hallo. Hey Marieke, hoi. Leuk. Hoi Brent. Hoi. Tijd geleden, man. Zeker. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk wel. Ja, want jij gaat ook een rol spelen binnen het Glazen Restaurant straks. Ja. Voor ons een unieke, want Joeri, je bent volgens mij de eerste chef in Smaakmakers die niet uit Brabant komt. Ja, dat ben ik. Want wij doen eigenlijk altijd alleen maar uit de regio, maar uit Delft. En kan jij kort wat vertellen over jouw bezigheden? Ja, het zijn best wel veel. Ik heb een cateringbedrijf en wij geven kookworkshops in Delft. Daarnaast ben ik ook nog gastdocent bij de Gesprekersacademie voor Jonge Talenten van Nederland. Ik schrijf kookboeken, columns voor bladen. En het leukste en het liefste wat ik doe is creëren. Ja. Gewoon leuke, bijzondere, mooie dingen maken. Dus, maar wel altijd met eten. Ja, met, zeker. Ja. Creatief, culinaire bezigheden. Ja, voor mij kan het niet gek genoeg zijn. Nou, houden we het hier gek en gaan we het hier gek maken of blijven we het hier een beetje normaal houden? Ja, een beetje. Nou, jullie zullen wel verrast zijn dadelijk. Laten we, hartstikke leuk, want we hebben een, zoals ik al tegen Brent zei vandaag, een grote tafel, een goed gevulde tafel ook. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan maken. Jullie beginnen normaal hier in een restaurant brood met boter, maar ik ga een kampvuurtje voor jullie maken. Dat is truffelboter met roggen erop, met broodstengels en een amandelpit. En die ga ik dan aansteken en die blijft ook echt branden voor 20 seconden. En dat is jullie brood en boter. Oké. En daar krijgen jullie een soepje bij. En dat is ook wel leuk. Het is een soepje bouillabaisse. Alle brandalarm uit hier dan, denk ik? Ja, als ik ga beginnen wel. Oké. Het is een bouillabaisse, maar het is een speciale bouillabaisse. Want normaal is het ook op basis van tomaat, maar ik heb hem op basis van Nederlandse biologische safraan gemaakt. Oké,
Oh. Ja, het is echt super, het is nieuw en super interessant. Ga je dadelijk ook echt proeven. Daarbij heb ik wat koppeltjes, ga ik dadelijk kopen, wat mosseltjes, wat schelvis. Allemaal lekkere dingetjes voor in de soep. Ja. En dan garneren we het af. Er komt ook nog een heel klein beetje houtskoolschuim op het soepje. Dan krijg je een beetje een soort bakachtige, barbecue-achtige smaak in je soepje. Ja, nou, en dan garneren we het ook nog af met wat eetbare bloemetjes. De blaadjes van de krokus, van de saffraan, wat andere eetbare bloemetjes. Oké, okay, dus, nou, kunnen niet wachten. Creatief genoeg, ja. En culinair, maar we moeten nog even wat boodschappen doen. En ja. jij bent hier ook wel met een hotelschool-achtergrond. Jij kent de weg ook, maar jij denk ik net iets beter. Alhoewel, het is al lang geleden. Ja, nee, dit is echt bijzonder, Marie. Ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik hier weer ben bij Hannes IJsPC. Dat was op de woensdag en dan mocht je met je chef mee. S'ochtends om 6 uur, dat was heel bijzonder. En de chef zat apart. Ja. En dan de leerlingen moesten de kar dragen en de boodschapjes doen. En ik kwam er net binnen na zoveel jaar en het eerste die ik zie is Joost. En iemand die hier werkt. Die werkt hier op de vleeswarenafdeling. Ja, dat is echt zo grappig. Dus voor mij is het ook wel een beetje een speciale dag. Feest weer herkennen hier en daar. Breda is cool. Ja. Ah, dat is mooi. Ja. Ook niet uit Breda, dus nou, dat gaan we zien. Ja. We gaan boodschappen doen. Ga jij ons voor? Ja, ja? We gaan. Oké. Okay. Goedemorgen. Kees, man. God, dat is lang geleden. Hoe lang ben je? Oh, ik zit 23 jaar hier, dus. Ja, ik was een klein mannetje, hè? Ja, dat kijk ik er wel. Dat is echt waar, Marieke. Marieke, ik kwam. Ik ga je uitleggen, Kees. Ik ben een bouillabaisse aan het maken op basis van saffraan, maar ik heb wat kerstsoorten nodig om het af te garneren. Ja? En ik maak ook een kampvuurtje, dat ga ik jou niet mee belasten, maar het is brood met boter, maar dan in de vorm van een kampvuurtje. En dan gaan we aansteken, super gaaf. Kijk. En daar wil ik tahoenkres bij hebben. Ja, dat kan. Heb je een tahoen? Ja, ik heb, kijk. Super. Dit is onze tahoenkres. Okay. Wat is kres? Kan je, wat is dat? Kres, want dat, zie je, dat is echt van de laatste jaren, hè? Ja, wel een opkomst de laatste jaren, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik zeg, hoe kan ik het uitleggen, Marie? Ja. Vroeger had je zeg maar een hoofdgerecht en dan garneerde je het af met peterselie of kervel. Ja. Ja. Toen gelukkig nog heel gewoon was, zeg maar. Ja, inderdaad. En tegenwoordig heb je... In jouw hotelschooltijd. Ja, klopt. Ja. Wat je tegenwoordig doet, je kan garneren in de lijn van het gerecht. Kijk, dit is tahoenkres, dat smaakt naar het bos. Mag je ook proeven als jullie willen. Het bos? Ja, je proeft beukennootjes. Echt... Aardse toon. Ja. En ik gebruik dit weer bij truffel, bij aardappelgerechten. Dus we nemen een doos van deze mee, denk ik. Ja. Ja? Hele doos. Ja, we hebben ze al dan. Ja, helemaal goed. Kees, echt super bedankt. Hey, succes mee, jongen. Over 23 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Gerfons. Goeiedag. Dag, Gerfons. Goeiedag. Hallo. Wij kennen elkaar, hè? Ja, ja, ja. Hallo. Ger, wat gaan we voor je doen? Ik ga een bouillabaisse maken, maar wel een speciale. Normaal is het op basis van tomaten, is best wel een stevig soepje, maar omdat het lunch is, heb ik hem gemaakt op basis van saffraan. Aha. Biologische Nederlandse saffraan. En ik wil graag voor jou wat schaaldiertjes en wat vis om de soep mooi te vullen. Dat kan. En omdat je toch op basis van Nederlands bent, zou ik mooie Nederlandse schelpjes en Nederlandse visfilet gebruiken. Super. Zoals je hier ziet, de mosseltjes van Zeeuwse bodem. Mooi. Kokkeltjes, waddenmosseltjes, kokkels van de wadden. Helemaal goed daarvoor. Kun je zo gebruiken. Mooi verpakt in bakjes. Mag je zo meenemen als je daarmee wil werken. Ja. Dat kunnen we wel doen. Kijk, een bakje kokkels. Dankjewel. Een bakje supermosselen. Niet te groot. Prima van kwaliteit. En dan heb je nog een stukje verse vis nodig. Ja, Nederlands van het seizoen. Ik heb nu een prachtige schelvisfilet. Hartstikke, hartstikke vers. Ja, dat ziet er mooi uit. Je zegt Nederlands van het seizoen. Dus dat is altijd, dat is jouw voorwaarde? Ja. Als je, Het moet altijd van het seizoen zijn. Je moet altijd met de seizoenen seizoen meekopen. Seizoen snap ik, maar waarom Nederlands? Ja, lekker dichtbij. Ja, kijk, wat is nou nog mooier bij bezoeken? Mooie producten. En dat wordt een, ik vind dat moet je heel erg waarderen. Bijvoorbeeld kokkeltjes. Wat wilde je zeggen, Brent? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Wadden. Kokkels. Okay. Ja, wadden. We hebben ze ook uit Zeeland, maar dit zijn wadden. Ik ga wel eens met mijn zoon samen, ga ik altijd kokkeltjes rapen. Die gaat liever voor de kokkeltjes dan naar de Efteling. Dat is apart, hè? Kijk, dat is heel apart. Dat is heel apart.
Maar het mooie is, kijk, iedereen in Nederland eet spaghetti vongole. Ja. Heb ik nooit begrepen. Nee. Kokkels, nou, er zit meer vlees. Ik persoonlijk vind het lekkerder. Nee. Ja, jullie gaan het dadelijk echt proeven. Maar dan moet je echt, ik ben een kokkelambassadeur, maar niemand weet het. Nee, het is altijd leuk als je... Nu weet iedereen. Ja, altijd leuk als je van eigen bodem koopt. Altijd leuk. Zeker weten. Hoeveel wil je hebben? Eén filet, prima. Ja. Dan ga ik deze even voor je inpakken. Helemaal super. Dankjewel. Dankjewel. Leuk hier. Nou, dan mag jij straks met je vis aan de slag, alvast in de keuken. Want wij hebben nog even een glaasje wijn proeven. Ja, lekker. Als je dat lust tenminste. Zeker weten. Ja? Ja, en lopen wij alvast die kant op. Ja. En wij zien jou zo. Goed zo. Oké. Hoi hoi. Dag Stefan. Goedendag, hoi. Welkom. Hi. Leuk om hier weer te zijn. Hoi. Brent. Stefan Waaiers, aangenaam. Ik heb Brent meegenomen. Brent is van het Glazen Restaurant, wat straks in december in Breda komt te kijk, staan. Kijk. We komen alvast een klein glaasje wijn proeven. Ja, perfect. Voor nu aan tafel, dus nog niet voor in het nog niet voor dan, maar gewoon voor nu. We gaan wijn uit de buurt proeven, uit onze spreekwoordelijke achtertuin. Ja. Uit Maden, uit ons eigen Noord-Brabant. Daar hemelsbreed die maar een kilometer of 10, 12 vandaan. Grappig, ja. En dat past dus heel goed bij die saffraantonen in de soep zit. Ja, zonder meer. Ja. Ja, de heer Marius van Stockholm die maakt al sinds 1977 op zijn eigen wijngaard van ongeveer een hectare maakt hij prachtige wijn. Bijna 40 jaar dan. Ja, absoluut. Ja. Bijna net zo als ik. Hij gebruikt Elsasser druivenrassen zoals Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris. Dat werkt. Dat is goed, want dat zijn zogenaamde cool climate druiven. En die gedijen heel goed in het Nederlandse klimaat. Want dan hou je namelijk de frisheid ook in de wijn. Oké, nou schenk een lekker glaasje voor ons. Zeker een glas. Want in dat glazen restaurant, daar wordt uiteraard een lunch en een diner geserveerd. Elke dag. Ja, klopt. 12 keer heb je de mogelijkheid om daar aan te schuiven. Kan je wat vertellen over wat daar dan geserveerd wordt? Of wat, waar je een plekje voor reserveert, zeg maar? Ja, nou, we hebben dus zes dagen. Dus 12 eetmomenten. Lunch en diner. Ja. De lunch bestaat uit een 3-gangen lunch. Is een vaste prijs. Daar zit de wijn, entertainment, daar zit alles in. Okay. Dat hebben we ook voor het diner. Dat is één vaste prijs ook. Je krijgt er alles voor, dus je bent meteen klaar. Ja, dus dat wordt allemaal geregeld. Ja, En dat wordt uiteraard dan weer geregeld door alle lokale partijen die hier... iemand die de wijn... Klopt. De Hanels daar denk ik wel een rol in spelen. Ja. Maar dat horen we straks aan tafel. Ja. Oké. Okay. We gaan proeven. Ga je gang, mensen. Nederlandse wijn. Dat is toch een beetje... Nou ja, het is apart. Mm. Dat klopt. Ja, ik zeg Noord-Brabantse wijn. Jazeker, ja. Oh, dat is wel lekker. Ja. Zeker, bijzonder. Ik ben heel verbaasd, hè? Het zal hem deugd doen. Het zal hem deugd doen. Nee, heel lekker. Ja. Dan neem mijn fles mee. Ja, en gaan we doen. En dan gaan we jou je schort aantrekken en dan mag je aan de slag dan met gaan we de Jury. Ja. Hartstikke leuk. Helemaal goed. Mag ik de fles meenemen? Ja, die mag jij meenemen. Kom maar eens. Alsjeblieft. Kom maar. Zo dan. Dankjewel. Je kan hem koud zetten. Oké. Okay. Ja, nou, perfect. Dan gaan we. Ga ik goed, dankjewel en smakelijk. Dag. Dankjewel. Dag. Hoi Jori. Ik heb een Nederlandse wijn bij. Uit Maden. Ja. Ja. Ken je hem? Ja, de Lini. Ja? Ik ben er zelfs een keertje bij het wijngaard. Het is net langs de, volgens mij langs de Rijksweg, in de buurt van Breda is het. Ja, Maden. Ja, Maden. Ja, ja. Nou, ik heb er nog één meegenomen omdat we met zoveel mensen aan tafel zitten vandaag. Dus het wordt feestelijk. Ik zet hem even koud. Ja. Kun je alvast uitleggen wat we nou gaan maken vandaag? Ja, ik ga het uitleggen. Even kijken, Manon, mag ik de kampvuurtje? Ja. We beginnen met wat ik al vertelde net. Oh, hij gaat een beetje met kampvuurtje. Dit is het kampvuurtje. En normaal krijg je zeg maar brood. Krijg je brood en boter krijg je in een restaurant. In een restaurant. Ja. En hieronder zit truffelboter, dus dat is ook echt boter. Dit is de aarde, is roggebrood. Dan hebben we wat broodstengeltjes gemaakt. Ik vertelde over de tahoenkres, dat die smaakt naar aardse smaken. Ja. Die hebben we er ook in verwerkt. En hier is een amandelpit. En als jullie dadelijk aan tafel zitten, gaat het gebeuren. Nou, daarbij serveren we de bouillabaisse. Die ga ik hier heel even... Bouillabaisse is een heel mooi woord voor vissoep, hè? Ja, de rijk gevulde vissoep. En omdat het lunch is, en ik heb hem light gemaakt. Je hebt tegenwoordig in Nederland heb je biologische safraan. Safraan is heel bijzonder. Het zijn de meelstampetjes van de krokus. Okay.
En saffraan is bijna net zo duur als goud. Ja. Omdat het allemaal met de hand wordt geplukt. Nou, daar heb ik een bouillon van getrokken, een visbouillon. Daar komt dadelijk mosseltjes bij, kokkeltjes. Want ik ben kokkel, was er dus. Ja. En daar, wat gaan we nog meer vertellen? Ja, dat is ook wel een bijzondere. Normaal, als je bouillabaisse inschenkt, doe je dat altijd met een soepbloes. Ja. Wij gebruiken de tuingieter. Dus met de tuingieter wordt het... Straks aan tafel... Ja, wordt ingeschonken. En daarbij hebben we wat houtskoolschuim. Dit is houtskoololie vermengd met melk. Houtskoololie, dat bestaat of dat maak jij? Ja, dat bestaat. En hier doen we wat melk bij, tot 60 graden. En dan met de staafmixer. Iedereen denkt altijd dat je heel hard moet mixen, maar je moet juist zachtjes mixen met net iets te boven gaan hangen. Ja. Dan krijg je mooi schuim en dat doen we over de bouillabaisse. En dan hebben we ook nog wat blaadjes van de krokus van de saffraan en nog wat andere eetbare bloemetjes. En daar garneren we het mee af. Dus dat gaat er worden. Nou, het klinkt allemaal heel goed. Ik ben er heel erg benieuwd naar het eindresultaat straks. Dus ga aan de slag. En jullie gaan aan de slag, net als straks in het Glazen Restaurant, met leerlingen, met studenten. En we hebben er twee vandaag. Hartstikke leuk. Twee kanjers. Dit is Manon Vermeulen, die gaat assisteren. Ja. En Rutger komt er ook eens even bij. Dit is Rutger Verhoeven en die gaat ook mee helpen. Over. Nou, hartstikke leuk. Succes! Dankjewel. Aan de slag. Ja. Jo. Want van 18 tot en met 23 december staat het Glazen Restaurant op het Kasteelplein hier in Breda. Ze openen haar deuren 6 dagen lang voor lunch en diner. En de opbrengst gaat 100% naar het goede doel. Eerdere edities van het Glazen Restaurant waren er al in Enschede, in Leeuwarden en in Heerlen. En om u nou even een goed idee te geven van wat er zoal in een glazen restaurant plaatsvindt, kijken we even terug naar wat beelden van vorig jaar. Hier achter mij staat het Glazen Restaurant Heerlen 2015. Wat gebeurt er hier allemaal? Wie zijn de initiatiefnemers? Wie komt er koken? We gaan het de komende dagen allemaal laten zien. Kom, we gaan naar binnen. En 7 dagen lang gaan we ontbijt, lunch en diner voor maximaal 120 couverts uitserveren. Ik ben altijd fan van het glazen huis. Ik kijk de hele kerst thuis op de bank voor de tv. Ja. En nu is er een keer in de buurt, dus nu heb ik een kans gegrepen om ook iets terug te doen. Ik heb er wel echt onwijs veel zin in. Ik heb al 3 dagen dat ik denk, laten we in vrede zijn. We gaan beginnen, laten we die eerste plaat gaan draaien en heel veel geld gaan ophalen voor het Rode Kruis. Hey, nu zijn we gelukkig hier en hoop ik dat Limburgs trots zeg maar hoogtij gaat vieren de komende dagen. Het eindbedrag. Zullen we het dan maar gaan vertellen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. 1, 2, 3. 150.000 euro. Bam! Mijn naam is Series Request, onwijs bedankt. En ik hoop dat we volgend jaar weer in Heerlen zitten. Isabel, André, leuk, welkom hier aan tafel. Dankjewel. We hebben vandaag een grote tafel. Want er zijn heel veel mensen die wat te vertellen hebben over het fantastische initiatief, het Glazen Restaurant. We zagen zojuist wat beelden van de editie van vorig jaar in Heerlen. En we hebben met Brent al uitgebreid gepraat over het concept en het idee wat ooit in 2012 voor het eerst is ontstaan. Maar ik dacht natuurlijk direct bij het zien van die beelden, tuurlijk kan dat in Breda ook. Breda ook, ja, tuurlijk. Ja. Maar dan denk je erachterna natuurlijk wel direct, maar dat is wel heel veel werk en dat vergt wat organisatietalent. Dus... Absoluut. Nou, dat zit hier in ieder geval aan tafel, dus dat is wel fijn. Kan jij mij vertellen, Isabel, hoe is het zo gekomen? Ja, nou, ik hoorde van het initiatief vorig jaar in Heerlen. En ik heb toen contact opgenomen met de gemeente Breda, met Ferdy Wolfis. Ja. Hij is projectcoördinator van het Glazen Huis. En we hebben met elkaar gesproken en toen zei ik van ja, dit moet toch ook mogelijk zijn in Breda. Ja. Dus
Nou, toen zeiden we van, nou weet je wat, we gaan een aantal partijen bij elkaar brengen. En we wilden het wat anders doen dan vorig jaar, omdat daar heel veel lokale restaurateurs bij betrokken waren. Wilden we dit jaar voornamelijk ook het onderwijs een rol, een belangrijke rol laten spelen. Ja. En toen heb ik de directeuren, onder andere André uitgenodigd en Bernadette van der Laak van de Rooie Pannen. Ja. En contact gezocht met de NATV, Barto Scholz. En we zijn bij elkaar gaan zitten en toen is het idee ontstaan. Ja. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk. Dus in het projectteam zitten heel veel Bredanaars. Ja. Waaronder ook jij, André. Ja. Want als directeur van het Single College. Van het Single College. Ja, inderdaad. Nou ja, we kwamen aan met het idee. Ja, dat werd natuurlijk omarmd. Ik bedoel, wat is nou nog leuker voor de ervaring voor studenten? Hè? Want studenten gaan echt de mise en place doen. Ze gaan koken. Ja. Ze gaan dat doen met een sterrenkok. Dus die kinderen zijn, ja, kinderen. Studenten. Ja, studenten. Ja. Ja, studenten. Ja. Die zijn zo enthousiast. Dat is de hele ervaring om zo'n, ja, zo'n project mee te mogen organiseren. Want ze gaan echt een aandeel leveren. Hè. Bedoel, wij doen het entourage en de sponsoringen bij elkaar zoeken. Ja. Maar voor die kinderen is het echt geweldig. Ja. Want zij gaan 6 dagen lang lunch en diner verzorgen. Van A tot Z. Ja. Ja. Van A tot Z. Ja. Samen met topchefs. Hè? Ja. Dus, ja. En ja, ik las inderdaad in jullie persberichten een Circo Bakker en een... Kees Helder, die naam kwam voorbij. Ja. Dus maar er zitten echt 8 à 10 topchefs die hun medewerking gaan verlenen in die 6 dagen. En met Jury, hè? Jury Verbeek. Die, ja, natuurlijk maar in die, hebben al die heeft een uitgebreid podium al gehad. Maar goed, het is toch heel fijn dat hij daar ook zijn medewerking aan geeft. Ook voor de chefs is het natuurlijk gewoon in de topdrukte van rond de kerst. Ja. Dat ze hun medewerking geven. Ja. Dat ze daar ook de tijd voor nemen. Dat is heel super. Dus dat is echt waanzinnig. En Isabel vertelde mij ook al in een eerder gesprek, maar in ieder geval, het was gewoon heel belangrijk om het samen te doen. Weet je? Ja. Samen. En Breda heeft 3 hotelschoolopleidingen. Horecaopleidingen. Ja, nou, we doen het inderdaad samen met de NATV en de Rooie Pannen en wij als Single College. En dat loopt allemaal door elkaar heen straks, toch? Dat loopt allemaal door elkaar heen. Het is zo leuk. Ik bedoel, we hebben de foto, ja, die heb je gezien. Ja, dan ontmoeten die leerlingen elkaar en die zijn dan eerst even zo van... Je was erbij, Isabel, ja, hè? Zo was van, echt bijzonder. Eerst even aankijken. Leuk om dan te zien hoe dat ze reageren. Ja. Moeten we dat samen op gaan pakken. Ja. Nou, ze gaan straks proefkoken onder leiding van de chefs. Want ja, het moet er natuurlijk wel een mooi product staan. Worden, ja. Dus dan gaan ze ook met elkaar doen, de proefkoken. En ze gaan de mise en place met elkaar doen. We hebben natuurlijk de witte brigade, we hebben straks de zwarte brigade. Die wit is in de keuken, zwart is in de bediening. Ja, oké. Dus vaktermen. Ja, precies. Ja. Ja, en dat wordt een prachtige samenwerking. En samen met het bedrijfsleven hier uit de regio. Nou, dat wordt, het wordt een prachtig evenement. Maar dan wel allemaal die tafels vullen natuurlijk. Maar samen met het bedrijfsleven, Isabel, daar ben je natuurlijk ook wel... Ik ben natuurlijk hier verantwoordelijk voor de business to business. Dus ja, hier bij de Hanels ISPC. Bij de Hanels ISPC. Dus dat betekent dat je met veel bedrijven contact hebt. Ja. En vandaar dus dat je wilt natuurlijk zoveel mogelijk lokale bedrijven hierbij betrekken voor het licht, het geluid, de inrichting, de keuken. Ja. Daar moeten natuurlijk sponsoren voor gezocht worden. Ja, want alles moet daar een soort van gratis naar binnen komen. Alles. Ja, alles moet gratis naar binnen, want zodat echt alles 100% inderdaad naar het glazen huis kan gaan opbrengen. Geen rekeningen over en weer. Het moet echt allemaal gesponsord worden. Ja, dat is een uitdaging. Hè? Een hele grote uitdaging. Maar we zijn al een heel eind op weg. Ja. En we hebben nog wel wat sponsors nodig. En bijvoorbeeld voor de beveiliging, hè, want zo'n tent moet natuurlijk ook 's nachts beveiligd worden. Ja. En daar hebben we wel wat voor nodig. Dus bij deze. Oké, daar komen. Oh, kijk nou toch. Leuk. Wauw, dat ziet er toch mooi uit. Mag het hier? Geweldig. Echt bijzonder. Rutger gaat het kampvuurtje aansteken. Het kampvuurtje. Lekker warm. En Manon gaat zo lekker wijntje voor jullie inschenken. Altijd spannend. Maar ja hoor. En daar gaat hij. Oh, wat leuk zeg. Leuk brood zeg. En boter. Nou, brood en boter. Maar dan een kampvuurtje. Ja, heel leuk. Dankjewel. Heel leuk. Ik ga niet ruiken. Hè? Huh? Ja. Dat ruikt heel lekker. Nou, ik ga nog niet met volle mond praten. Dus dat komt straks. Maar
Voor de kijker thuis, het goede doel waar het dan straks allemaal naartoe gaat. Dat is dus het doel van 3FM Serious Request. Het Rode Kruis, hè? Het Rode Kruis. Dit jaar wordt daar aandacht besteed aan de stille ramp. Want het is altijd een beetje iets wat niet zo belicht is. En dit jaar is het de stille ramp. Kindersterfte als gevolg van longontsteking. Ja. Dus het is misschien ook nog wel goed. We zitten nog een beetje voordat het straks allemaal gaat gebeuren. Om dat nog eventjes aan te stippen. Ja, nou, wij vinden het ook wel belangrijk om op deze manier onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Ja, nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel Bredaardse bedrijven. En ook voor alle sponsoren is dat een belangrijk iets om te commenten. En stel nou dat je thuis zit en denkt van, nou, weet je, ik heb nog wat licht of ik heb een paar beveiligers. Wat krijgen ze? Sponsoren willen er ook altijd wat voor terug. Dus wat krijgen ze er dan voor terug? Nou ja, we gaan natuurlijk altijd met ze in gesprek wat zij belangrijk vinden dat ze ervoor terugkrijgen. Ja. Maar we hebben natuurlijk een prachtig restaurant. Dus je kunt natuurlijk heerlijk komen lunchen en dineren. Ja. Dus daarin kunnen we altijd natuurlijk met elkaar over in gesprek gaan. Maar natuurlijk is er heel veel exposure in de tent zelf ook. In de zin van borden op de sloven. Ja. Dus ze worden heel zichtbaar in die week. Dus, heel leuk, heel leuk. Ja. En hoe krijgen jullie nou die studenten zo gemotiveerd? Omdat hoeveel uren moeten ze daarin steken per student? Een student moet natuurlijk, want de leerlingen die de mise en place daags ervoor doen, die zijn ook de volgende dag in het restaurant. Dus die zijn er al 2 dagen mee bezig. Ja. Maar daar hoor je ze echt niet over, hoor. Nee, tuurlijk niet. Dat is leuker. Nee, maar je zegt, je vraagt aan mij van hoe krijg je ze zover? Nou, dat is één enthousiasme. Die willen echt allemaal mee doen. Het is natuurlijk ook een prachtige ervaring met een topchef, zo'n evenement. Ja. Ja, ze leren die dag meer als dat ze een dag bij mij leren, eerlijk gezegd. Ja, hoor. Misschien ook wel. Ja. Maar in ieder geval, iedereen moet natuurlijk wel zo'n plaatsje gaan reserveren. Maar ik vraag me af, is er al een programma? Weet je wat er in die 6 dagen al, welke topchef er is en wat voor entertainment? Ja. En, nou, we hebben natuurlijk een website, omdat de stichting van het Glazen Restaurant natuurlijk al bestond. Ja. Dus we hebben een website waar je precies op kunt zien op welke dag welke chef kookt. Ja. En daar kun je gewoon op boeken. Dus, wanneer het echt grote groepen zijn, is het natuurlijk wel handig ook om op tijd te boeken. Omdat we dan gegarandeerd ook een plaats hebben. Het zijn tafels van 10, maar je hoeft niet een tafel van 10 te kopen. Je kunt ook gewoon met z'n tweeën komen eten. Maar je schuift altijd aan. Maar je schuift altijd aan. Maar dat vind ik juist wel leuk. Ja, heel leuk. Dat is ook het kerstidee, hè? Met elkaar. Ja. Samen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Maar je zei net al, beveiligd. Zijn er nog andere dingen? Want stel nou, ik kan heel mooi gitaar spelen of ik kan mooi zingen of zo. En entertainment. Ja, bedoel, graag. Dan kunnen ze zich altijd melden bij jullie. Ja, we hebben al wel entertainment. Er is een lokale speler hier in Breda, Holland Casino, die wat entertainment heeft geboden. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Daar zijn we ook heel blij mee. We hebben nog items nodig voor de fundraising. Voor de kavels, voor de veiling. Ja. Dat is altijd heel leuk graag. Als mensen zeggen van, bedrijven zeggen van, nou, we willen graag dit beschikbaar stellen, dan... Ja, heel leuk, want we willen natuurlijk ook een beetje... Is dat elke dag een veiling? Nee, alleen tijdens het diner. Oh ja, elke avond. Ja. Dus wel elke dag... Ook tijdens de lunch is er ook entertainment. Er is altijd muziek. Goed, als mensen zeggen van... Ik vind het leuk om vrijwillig te komen optreden. Ja, neem contact met ons op via de website. Glazenrestaurant.nl. Ja. Nou, hartstikke leuk. Het valt en staat toch weer met lokale helden, of kanjers, die opstaan en zeggen van... Ja, ook in Breda gaan wij dat doen. Ja. En nou, hartstikke leuk dat jullie dit hebben aangegeven. Ja, dankjewel. Handen uit de mouwen gaan steken over 2 weken. Dat is wel nodig, hoor. En het is nog wel dat iedereen gaat boeken, hè? Want dat is natuurlijk wel nog belangrijk. Nou, ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Ik geloof dat ik het gerecht al wel aan zou komen. Dus ik hoop dat Brent dan ook even aan tafel schuift. Ja. Oh, Brent. Kijk aan, daar is hij. Hey Brent. Hallo. Hoi. Nou, hoe was Brent in de keuken? Leuk. Ja? Ook weer wat geleerd? Ja, weer wat geleerd. En leuk om met zo'n grote naam als Jury natuurlijk in de keuken te staan. Ja, dus. En ik heb met Isabel en met André het inderdaad zo over het praktisch. Wat gaat er nou allemaal in het glazen restaurant plaatsvinden? En ik begrijp wel dat daar echt nog heel veel geregeld is, maar ook nog van alles te regelen valt. Ja, zeker. Ja. Ja. Iedereen die denkt van, goh, ik zou graag een rol willen spelen, ik wil sponsoren, of wat ook, die kan zich altijd aanmelden via glazenrestaurant.nl. Kan altijd contact met ons zoeken. Ja. Ja. Hè? En hoe klein of hoe groot, dat zie je ook met de acties rond het glazen huis. Niet te verwarren uiteraard.
Alles is mooi meegenomen. Ja, ja. Dus, ja, we willen er echt een feestje van maken. Ja, het moet echt een feestje worden. Het moet een feestje worden in Breda. En dus ja, iedereen mag zich daar inderdaad voor aanmelden. En zowel om te komen eten, maar ook als je iets wil doen. Ja. Ja. Heel graag zo. Voordat ik ga eten, wil ik jullie ook heel graag bedanken dat jullie hier bij Smaakmakers te gast waren. En laten we proosten op een succesvolle editie van het Glazen Restaurant in Breda. En nou, ik heb er alle vertrouwen in. En ik kom zeker kijken. Ik ga gelijk reserveren. Ja, moet je doen. Heel leuk. Ik kom wat anders doen, maar in ieder geval hartstikke leuk. Ja. En volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe Smaakmakers. Met weer een smaakmakende gast. En ik hoop weer zo'n smakelijk gerecht. Graag tot dan. Eet smakelijk. Het ziet er mooi uit, hè? Breda Nu. Je weet het meteen.